Hey Bas, allereerst gaat het goed? Ja, gaat fantastisch. Ja, leuke dag hoor. Kan je mij iets vertellen over Total? Jazeker, Total is een Franse oliemaatschappij. En in Nederland zijn we op meerdere fronten ook actief. We hebben onder andere bijna 400 tankstations in Nederland. Maar we doen ook andere activiteiten als het brandstof verkopen, smeermiddelen zijn we ook groot in. En waarom staat Total op de dag van de ZZP'er? Wij hebben onze eigen tankpas. Dus op alle Total tankstations in Nederland kun je gebruik maken van een Total tankpas. En wij merken dat wij heel veel ZZP'ers als klant hebben die gebruik maken van onze tankpas. Dus de tankpas biedt heel veel voordelen voor de ZZP'er. En vandaar dat we dachten van nou, we komen gezellig hier staan. Ja, hartstikke leuk. En wat is dan je doel vandaag met Total op de dag van de ZZP'er? Er zijn heel veel ZZP'ers die niet weten wat onze tankpas inhoudt en waarom het eigenlijk een aantal voordelen heeft voor de ZZP'er. En wij proberen dat aan de ZZP'er uit te leggen. En de voordelen zijn eigenlijk met name dat je bij ons dus met die tankpas kan betalen op het tankstation. En dat je niet meteen afrekent, maar je krijgt daarvan van ons een factuur. En daarna incasseren wij het bedrag wat je bij ons uitgeeft. En eigenlijk die factuur die kun je heel makkelijk verwerken in je administratie. En die kun je ook heel goed gebruiken voor bijvoorbeeld de belastingaangifte. Waardoor je ook de btw op de brandstof in veel gevallen bij zakelijk rijden terug kan krijgen als ZZP'er. En dat is toch weer 21%. Dat is een goede manier om de freelancers te ondersteunen, vind ik. Maar heb je ook al reacties gehad van de mensen die langs de stands lopen, van de ZZP'ers zelf? Ja, wij hebben een aantal reacties gehad. We hebben diverse brochures ook meegegeven aan mensen. We hebben ook al een aantal contracten geschreven vandaag. Met mensen die dusdanig geïnteresseerd waren dat we meteen tot zaken konden komen.